Mustafa, hoe gaat het nu met je? Ja, ik word weer een beetje boos. Maar ja, dat zakt straks hopelijk weer weg. Omdat we het over hebben en zo. Ja, tuurlijk. Ja. Want alles wat je hebt weggestopt komt dan weer naar boven. En hoe wij hier behandeld zijn. Dat is echt mensonterend geweest. Zij denken dat zij ons goed hebben behandeld. Maar we leven in totaal verschillende werelden. De beleidsmakers en de mensen om wie het gaat leven echt in totaal verschillende werelden. Ja, en dat... Dat raakt je nog steeds, hè? Dus, ja, dat raakt me nog steeds, ja. Ja. Mijn naam is Mustafa Issaouien. Ik kom uit de Tweebosbuurt. De Tweebosbuurt is nu met de grond gelijk gemaakt. Daar hebben we jaren voor gestreden om de buurt te kunnen behouden. Helaas is ons dat niet gelukt. Er is aandacht gekomen voor de Tweebosbuurt opnieuw, omdat Ravi, een van onze oude, wat wij dan noemen tijdelijke bewoners, want hij woonde hier in een van de woningen die ook dus gesloopt is. En toen hij zag dat er inderdaad een grijpmachine kwam die zijn woning, waar hij dus tijdelijk in woonde, kapot ging maken, toen dacht hij, ik moet hier iets mee, ik wil dit vastleggen, dit mag niet verloren gaan. En zijn film wordt straks vertoond tijdens het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Nou, en samen met een aantal andere buurtbewoners heb ik daarin ook in mogen meespelen, een soort van een rolletje in gekregen. De advocaat van de gemeente, die heeft dat ook keurig netjes opgeschreven. Dat is de combinatie tussen mensen die een laag inkomen hebben in combinatie met de allochtone achternaam, geeft een negatieve connotatie. Toen dacht ik, hè, staat het dan ook echt? Ik kon het niet geloven dat iemand dat zo opschrijft. Het is gewoon discriminatie. Waarom zijn allochtonen een negatieve associatie bij de wijk? Ik heb hier 30 jaar met veel plezier gewoond. Ik heb mijn steentje geprobeerd bij te dragen. Dus hoezo ben ik een negatieve associatie? Kom je hier nog wel eens? Ik kom hier af en toe. Ik woon hier niet heel ver vandaan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het te pijnlijk is om hier langs te lopen. Dus ik probeer eigenlijk een soort van toch wel een beetje te ontwijken. Want ja, dit hier is zoveel uren ingestoken. Niet alleen door mijzelf, maar door heel veel van mijn buurtbewoners. Oh ja, waar heb ik het niet aan besteed? Heel veel e-mails versturen aan de wethouder, de gemeenteraad. In gesprek gaan met politieke partijen, weer in gesprek gaan, inspreken bij de gemeenteraad. Tientallen gesprekken met Vestia, onze verhuurder die woning heeft gesloopt. En heel veel uitzoekwerk, want je moet niet vergeten, wij zijn gewoon mensen die of een eigen een ander soort werk hebben. Maar wij hebben geen kaas gegeten van de woningwet, dus alles moesten wij zelf uitzoeken. Dus dat betekent gewoon alles googlen en daar heb ik heel veel uren in gestoken. De Tweebosbuurt is echt een buurt met sterke sociale cohesie. Mensen stonden echt voor elkaar klaar. Als Edwin een belastingaangifte kreeg waar hij niet uitkwam, dan ging hij mij om hulp vragen. En als ik een probleem had met weet ik veel wat loodgieterswerk, dan haalde ik Edwin erbij. En mijn buurman beneden precies hetzelfde. Die was ook heel handig met zijn handen. En die was minder sterk in administratie en hielp ik hem weer erbij. Dus mensen stonden echt hier voor elkaar klaar. Voorbeeld van Wim en Anne, dus een van de weinigen die wiens woningen wel gerenoveerd is. Die kwamen hier juist in 1974 komen wonen om hier een gezondheidscentrum op te richten. Dat zijn de mensen die hier komen wonen. Die staan altijd voor anderen klaar. En die gaan mee met de buurtbewoners naar de instantie als ze een probleem hebben. En dat is de Tweebosbuurt. Mensen staan hier voor elkaar klaar. Ja. En wat is nou het gevolg voor die cohesie? Die is kapot gemaakt. En dat is wat we altijd hebben geroepen. Ze hebben hier geen woningen gesloopt, ze hebben hier een gemeenschap gesloopt. En die gemeenschap komt niet meer terug. Ik ben in de buurt komen wonen vanwege mijn moeder.
Mijn moeder is een aantal jaren geleden weliswaar overleden, maar daarvoor was ze ziek geworden. Had dementie. En op een gegeven moment kan je natuurlijk niet meer zelfstandig wonen. Dan heb je gewoon hulp nodig. Als ik in de slaapkamer stond, keek ik op de binnenplaats waar vroeger de school stond. En daar heb ik als kleuter op school gezeten, maar ook op de lagere school. Dus dat is gewoon een stuk van je leven. Weet je, je kijkt van buitenstaander. En ik ben eerlijk, wij hebben het gewoon heel luxe. Ik woon in een luxe buurt en vul maar in. En ik heb het goed. En dan zie je dit en dan laat je wel een ander perspectief zien. En dit kan ook. Maar ook dat je echt gesommeerd wordt van je moet verhuizen. En dat was me ook al eerder in de media bijgebleven. Oudere mensen die al heel lang in hun buurt wonen en dan weg moeten. En ik denk, jeetje, moet niet meer gebeuren, hè? Ja. Ik vond het wel indrukwekkend en ook heel confronterend. Ik werk zelf bij de gemeente, dus je kent de verhalen van verschillende kanten. En, wat vond je er confronterend aan? Nou ja, op zich, je ziet gewoon wat het met mensen doet. Aan de ene kant hebben we natuurlijk niet kunnen stoppen dat die woningen gesloopt worden. Maar we hebben wel de Tweebosbuurt op de kaart gezet. En we hebben er ook voor gezorgd, mede voor gezorgd, dat de gemeente nu eindelijk echte afspraken gaat maken met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties over wat te doen bij sloopnieuwbouw. En dat, die afspraken hebben ze wel in andere steden, gemeentes, maar in Rotterdam hebben we dat niet. En mede door de sloop van de Tweebosbuurt hebben we dat wel nu op de kaart gezet en wordt er ook aan gewerkt, aan die nieuwe afspraken. En we hebben natuurlijk ervoor gezorgd dat de Verenigde Naties een brief heeft gestuurd naar de Nederlandse regering over eventuele mogelijke mensenrechten schendingen. En toen is die speciale rapporteur van de Verenigde Naties ook uitgenodigd. En hij zou eigenlijk vorig jaar komen, helaas door ziekte kon hij niet. En dan komt hij samen met waarschijnlijk die andere speciale rapporteurs. Komt hij naar Nederland en waarschijnlijk dus ook naar de Tweebosbuurt om zelf te kijken wat hier gebeurd is. Zij waren heel boos op ons, want wij hadden de grootste bek. Ja, jullie hebben tegengas gegeven. Heel veel. Ja. Met een paar anderen. Ik heb nog beelden van Edwin, dat hij uit zijn raam hing boven het spandoek. En dat hij zei, vest jij ratten. Klopt. En ik zal je vertellen, spandoek heb ik nog steeds. Okay. En die ligt in de schuur nu. Okay. Netjes opgevouwen. Okay. Voor de volgende actie. Ja. Laten we hopen dat het niet meer gebeurt. Hè, nee, laten we het hopen van niet.